Maar dan komen wij het maar gelijk bij Matthijs. Nou, ik begin eens bij jou, René. Matthijs, toch niet bij RTL. Peter van der Voorst heeft gezegd, nou, een lang overleg. Achteraf vind ik wel, als er een onderzoek loopt, moet je dat wel gewoon afwachten. Ja. Was je overal vanaf geweest. Dom van ze geweest. Ja, vind ik niet te vroeg. Slim. Het ging om 2 maanden. Ja, maar bleek uiteindelijk, daar waren ze niet helemaal zeker van toen. Dat zou nog weer uitgesteld kunnen worden. Maar daar zit de fout, zeg jij. Daar zit ik vind dat niet handig, nee. 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 En dat er nog weer nieuwe dingen bij zijn gekomen, met name die door vrouw van de benen. Suzanne Kunstler. Ja. Ja, die heeft hem behoorlijk voor de bus gegooid. Ja. En waarom, is mijn raadsel. Ik heb geen idee. Nee. Een rekeningetje openstaan, ik heb geen idee. Ongetwijfeld. Ja. Maar ja. Kijk, Matthijs is verschrikkelijk over het paard getild. Hm. Matthijs die acteert een Hollywoodster. En Matthijs heeft een kort lontje. Ja. Dat is allemaal vervelend, maar dat is Matthijs. Maar hij heeft niet in drugs gehandeld, niet in kinderporno. Hij heeft niet gestolen. Hij heeft niet in wapens gehandeld. Nee. Hij heeft een kort lontje. En zo'n man moet dan vandaag aan de dag kapot gemaakt worden. Totaal tot de enkels afgebroken. Ik sluit niet uit dat hij TBS krijgt en dat zijn paspoort ingenomen wordt. Want het wordt steeds gekker. Maar wat heeft die man nou gedaan buiten het feit dat hij een kort lontje heeft? Ja, dat zijn ze nu aan het uitzoeken. Hij zou mensen jawel, maar wat ik heel kwetsend vond in dat rapport, dat een van die dames van de commissie zegt, ja, we hebben weergegeven hoe het overkwam bij de slachtoffers. En of het waar is, dat weten wij niet, want daar gaan wij niet over. Mm. Maar zo op die basis kun je niet iemand kapot maken. Nee, daar ben ik met je eens. Maar daarna kwam Suzanne Kunstler. Die zei dus wel dat er over de tafel werd getrokken, dat er werd gespuugd. En dat hij dus ook iemand tegen de muur zou hebben gezet. Hij herkent zich niet, want hij heeft een hele mooie brief geschreven. Uitstekende brief, ja. Die heb je ook gelezen, denk ik. En hij zegt zich daar absoluut niet in te herkennen. Maar dat werd nu wel weer bevestigd, hè, door mensen. Nou, en toen waren de mensen van te lezen. De oude redactie, die zeiden van, dat ze erg geschokt waren over het feit dat hij dat ontkende. En dat maakt nu de dynamiek zo lastig voor iemand als Peter van der Voorst. Jawel, maar ik vind, ja, als de aantijgingen zo ernstig worden, dan moet het de politie en de overheid zich ermee bemoeien. Want nu wordt het door amateurs die beschuldigen. En amateurs maken een rapport. En de jongen die wordt tegen het behang geplakt. Kom op, zeg. Ja, of tegen de muur. Een carrière is totaal vernield door wat buitenstaanders die even wat roepen. Nou, het zijn geen buitenstaanders. Het zijn mensen die dagelijks met hem werkten. Anoniem. De meeste anoniem, inderdaad. Ja, maar het zijn er wel heel veel. Dat maakt het ook zo lastig. Ja. Maar, even naar Peter, maar nogmaals, als je bij een incident betrokken bent met 30 mensen, dan al die 30 mensen die melden het ook. Nou, wat jij zei, het aantal wordt dan meteen 30 mensen niet gezien hebben. Het zijn allemaal hetzelfde incident, maar er wordt dan 30 incidenten van gemaakt. Ja. Omdat al die mensen erbij staan. Overigens vind ik het slap van RTL dat ze hun oren laten hangen. Ja? Ja, ik vind het echt slap. Want ze laten hem ook vallen. Maar ja, hij heeft gewoon voor de verkeerde zender gekozen. Als hij hiervoor had gekozen, ik bedoel, hier kan je nog wel met een krasje wegkomen, heb ik het indruk. Zou met Peter Gillis het programma kunnen beginnen. Ja, zou ik net zeggen. Ja, er kan een Fiat achter je aan zitten. Natuurlijk. Maar gereed uit hier. Ja, hier had hij gewoon geen last gehad natuurlijk. Maar nou ja, en ik heb na dat incident met mij nog nooit zoveel geld verdiend, want dat verzendhuis van Kaarsen, dat lopen ze terrein. Dat bedoel ik maar. Je ziet het ook hoe dat dan gaat. Peter van der Voorst stond ook op die foto, weet je dat nog? Met Matthijs, weet je wel. Dat mooie foto natuurlijk. Kijk, hier staat hij nog. Ja. Maar ja, dan zie je even later de pers die met een nieuwe foto komen, is het handje al weg. Hè? Kijk, handje is op weg. Handje weg. Jawel, maar we weten allemaal dat je homo is. Waar zat dat handje dan? Nou ja, dat handje is er. En er wordt nu zelfs beweerd dat die foto helemaal niet echt was. Dat het een foto met Eus was. Dat hij er helemaal niet op heeft gestaan. Kijk, het was met Eus. Ja. Ja. Nou, hij heeft toch wel andere foto's, Peter van der Voorst. Daar is hij ook niet blij mee, blijkt achteraf nu. Want Peter heeft onder andere ook met Remco op de foto gestaan. En ook met Peter Gillis heeft hij ook op de foto gestaan. En wat te denken van Christian Horner. Ja, echt hopeloos natuurlijk. En de laatste even kijken met wie. En Mark Smeets natuurlijk ook. Ja. Peter heeft het niet makkelijk nu, hoor.